durf je het wel aan om hier naar binnen te gaan? Zeker, waarom niet? Oh, het is heel leeg. De distributiecentra van Albert Heijn zijn aan het staken. En dat betekent lege schappen in de Albert Heijn. Ja, daar weet hij me alles van. Ja, het maakt wel dat ik gisteren echt naar 5 supermarkten moest. Ach, het zal loslopen, maar echt, het is echt hele lege plekken. Zelfs bij de groenten. Ja, er zit hier niks meer. Dus ik hoop nog wat te kunnen vinden. Ik kom niet bij Albert Heijn. Ik ben bij de Jumbo, dus maakt mij niet uit. Denkt u nu niet, nou, omdat al die schappen leeg zijn, laat ik maar gewoon naar een andere supermarkt gaan? Nee, in principe niet, nee. Appie is wel mijn winkel. Hij mag mee naar binnen. Heb je eens achter je gekeken? Ja. De markt is ook een hele goeie. Want daar is alles te vinden. Nou, dat is hartstikke gezellig, toch? Ik ga gewoon op zaterdag naar de zoals vandaag naar de slager. Ik koop mijn kip gewoon hier. En ze staken hier nooit. Ja, kijk maar. Allemaal lekkere dingen gekocht. Ik begrijp die mensen van Albert Heijn wel. Deze mensen waren onderbetaald. Het is tijd. Het werd eigenlijk wel eens tijd dat ze daar ook eens keer echt goed gingen staken. Ik zou zeggen, lekker staken en hopen dat ze meer geld krijgen. Hopelijk krijgen ze geld erbij. En worden de schappen weer gevuld. Volgens mij hebben we gewoon genoeg eten, wat we wel lekker kunnen eten. En we hebben gewoon de markt, dus ja. Ja. We redden ons wel. We redden ons wel. Ja, volgens mij is het niet het allergrootste probleem.